Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ja, vandaag zit ik weer achter mijn bureautje. Ik heb een nieuwe pinpointer in mijn handen. Wat die gaat kosten en waar die precies uitkomt, dat durf ik niet te zeggen. Het zal wel 2021 zijn en ik ben eigenlijk best wel heel enthousiast. Dat is best wel dubbel, want als iemand aan mij advies vraagt over een pinpointer, dan zeg ik altijd: wat zijn nou de hoofdfuncties van een pinpointer? Wat moet een pinpointer nou kunnen doen? Nou, hij moet aankunnen en als je een gaatje hebt gegraven, dan moet je erin gaan en dan moet hij jouw vondst lokaliseren. Dat is de hoofdtaak van zo'n pinpointer. En laten we nou eerlijk zijn, alle pinpointers doen dat. Nou, lekkere promofilm zou je denken. Ja, daar komt er toch nog weer wat meer bij kijken. Gaandeweg, als je langer met die pinpointers bezig bent, dan ga je voorkeuren creëren. En de ene voorkeur is omdat dat kropje zo lekker induwt. En de andere voorkeur is omdat hij onder water kan. De volgende voorkeur is omdat hij zo lekker fel is. Of omdat hij niet zo hard klinkt, of juist omdat hij wel zo hard klinkt. Dus er zitten wel degelijk toch wel voorkeuren aan, terwijl ze maar één doel hebben. Nou, dat ene doel, dat is door Quest net weer iets beter genuanceerd. Dat ene doel is uitgepakt met wat opties. En wat bedoel ik daar nou mee? Kijk, normaal gesproken met een pinpointer kan je niet herkennen wat voor materiaal het is. Nou zal deze ook niet exact vertellen wat voor materiaal het is, maar hij heeft in ieder geval een tweesplitsing gemaakt. Daar kom ik straks op terug. En er zit een heel mooi displaytje op. Wat je niet alleen vertelt hoe diep iets ligt, maar ook vertelt in welk programma je zit, in welke modus je zit. En ik heb gemerkt dat als je op het veld staat, een hoop wind of je staat te kletsen en je drukt eventjes door de instellingen heen, dat je dat heel snel in de war raakt. Want dat piepje, dat is zo voorbij. Bij deze kan je dus op het schermpje kijken wat je doet en de instellingen zien. Dat is wel een groot pluspunt. Een van de grootste voordelen vind ik dat hij een toetoon is. Hij heeft twee verschillende tonen. Heb ik een ijzertje? Of heb ik iets van niet ijzer? Voor de mensen die zich afvragen van, ja, nou ja goed, ik ben slecht horend, ik hoor het verschil tussen het lage toontje en het hoge toontje niet, dan zal je op het displaytje hier ook bij ijzer x'jes zien. Terwijl als je niet ijzer hebt, zijn het rondjes. Wat is nog meer wel heel erg leuk? En dat hebben wel meerdere pinpointers hoor, laat ik dat voorop stellen. Daar is hij niet uniek in, maar hij heeft het wel. Op het moment dat je een gat gegraven hebt en er zit verschillende soorten metalen in, dan kan je deze dus discrimineren. Wat je doet is, je drukt hem op de punt wat je weggediscrimineerd wil hebben en je zet hem aan. En nu zie je, de spijker doet het niet meer. Maar het andere materiaal nog wel. Er zitten twee knoppen op de pinpointer. Eén is aan en uit en één is instellingen. En twee is een combinatie van instellingen. Dit is stil en vibreren. En dit is vibreren met geluid. Low. Medium. High. En boost. Is dit de speaker? Waterdicht. En hier zit het oplaadpunt en een audio jack. Wat houdt dat in? Dat als je een koptelefoon hebt, dan kan je die gewoon hier insteken. Persoonlijk zie ik het nut er nog niet zo heel erg van in. Maar misschien dat er situaties zijn waarbij je het op de koptelefoon wil hebben en alleen de pinpointer gebruikt, dus niet een metaaldetector erbij. Nou, dan kan je gewoon lekker deze erbij gebruiken. Doe hem erin. Draai hem vast.
is die waterdicht en zal die geluid maken. Ik snap natuurlijk dat het best wel moeilijk is om iets over te brengen hier vanuit een bureau over een pinpointer wat je eigenlijk op het veld hoort te gebruiken. Ik ga deze uiteraard de komende video's op het veld gebruiken. Ik ga er lekker mee aan de slag en dan ga ik kijken of de ervaring en de voorspelling die ik zojuist heb gemaakt, of die echt helemaal werkend is, kloppend is, of die aansluitend is op mijn gedachten. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Desnoods, als je niet anders kan, abonneer even. Dan word je op de hoogte gehouden van de volgende video's. Is altijd leuk. Ja, voor nu was dit eigenlijk alleen eventjes een soort van aankondiging. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.